De Week Van gaat deze week over de Drentse boer. Er zijn bijna 3500 boerenbedrijven in onze provincie. Elke dag volgen we er één. The garden was blessed by the gods of me and you. We had it was for the fire. Vandaag zijn we bij het familiebedrijf Euving in Zwinderen. In 1993 heeft Harry Euving samen met zijn zonen Rolf en Freddy hier aan de Nijlandseweg een melkveebedrijf gebouwd. Dus samen met mijn vader en mijn broer hebben we op Longvende over 250 koeien en de melk. En er komen over 20, 30 koeien bij, die staan drogen. Die moeten binnen 6 weken weer afkalven. Plus een 100 stuks jongvee onder een jaar en 100 stuks jongvee die zitten tussen 1 en 2 jaar. Daarnaast hebben we ongeveer om onze mest aan te wennen en voor de ruwvoerwinning ongeveer 130 hectare grond in gebruik hier rondom Zwinderen. We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Dus we hebben even een koe gekalfd. En zo'n kalf komt helemaal steriel ter wereld. En een kalf is heel belangrijk dat hij direct de eerste moedermelk krijgt. Zodat hij immuun wordt tegen bacteriën en virussen. Samenwerken met je vader en broer heeft zo zijn voor- en nadelen. Het is wel mooi en je kent elkaar ook wel goed, maar je zit ook wel heel veel bij elkaar op de lippen. Je komt elkaar altijd tegen. Zoals het bij iedereen op het werk was, hebben wij ook wel eens wat een meningsverschil, om het zo te noemen. En dan kom je elkaar samen zo ook weer tegen op een verjaardag en dat maakt het wel eens lastig. Maar aan de andere kant is het ook wel heel leuk, want ja, je leeft toch wel vrij close als familie zijnde met elkaar. Het boerenbloed zit al generaties in de familie. Het begon allemaal eeuwen geleden met de voorouders van Harry, de familie Lanting, die ook in Zwinderen woonde. Hier is een boek, dat heet De Vroegere Bewoners van Zwinderen. En daarin wordt melding gemaakt van een Jan Lanting, en die is boer geweest op S-weg 6 en dat is het huis waar ik geboren ben. De naam Lanting gaat zelfs terug tot 1600. De oma van Harry staat als kind op de foto in het boek. Het is eigenlijk wel mooi, dat je nou oude Zwinderse familie stamt en dat je nu nog boer bent bij Zwinderen. De voorouders van Harry waren dus boer aan de S-weg in Zwinderen. Harry is daar zelf ook geboren en neemt er af en toe nog eens een kijkje. Aan de ene kant is het wel mooi. Ze hebben die boom ook een verhaal bij de alle perenboom zit er nog. En als kind klom je in die boom. Als kind is dat toch mooi als jij je boom bij huis hebt waar je in kunt kloten en in kunt klimmen. Maar hij zou niet terug willen naar deze plek. De toekomst ligt voor je. En we moesten verder met het melkveebedrijf. En we waren hier helemaal uitgegroeid. Het was hier een gigantische pakkerwerk was het hier altijd. Het was heel veel handwerk. Op de nieuwe plekken boeren we echt veel mooier. En dan ook vrij grote stappen kunnen maken. Omdat we allemaal mooi voor elkaar hadden. We wisten niet met de melkmachine, want we zijn geen mensen voor robots en automatisering. Wij voelden ons hier goed bij, we melken ze 2 keer daags zelfs en dan is het werk ook klaar. We zien alle koeien 2 keer daags, dus daarom echt weten we waar dan ook gewoon zelf de koeien melken. Die andere kalver hier drinken door een emmer, maar dit kalver
vertikte hem gewoon door de emmer te drinken. Ik wil alleen maar met een speenemmer. Dat is niet zo net, ik heb hem wel bijna dood laten hangen, maar hij wou niet uit de emmer drinken. Zolang als ik boer ben, is mij dat nog nooit gebeurd dat een kalf niet uit de emmer drinken wil. Dit is de eerste. In de open heeft er eerder voor gewerkt, mijn vader heeft voor gewerkt. Nu mogen wij het doen. Ik hoop dat we er wat moois van kunnen maken en dat we straks het ook weer aan de volgende generatie een goed, mooi draaiend bedrijf door kunnen geven. Morgen zijn we bij de biologische kippenboer Seibenga in Hooghalen.